We staan hier bij Bart Welles, vlak voor het Belgisch kampioenschap. Bart, deze week komen we verkennen. Wat vind je van dit spectaculaire mountainbikeparcours? Heel mooi. Ik stond ervan verwonderd dat, ja, dat het spectaculair, maar ook nog op een veilige manier kan. Dus ze hadden me heel veel bang gemaakt om te zeggen van oh, het is echt heel, heel gevaarlijk. Het is gevaarlijk, allee, je maakt het zo gevaarlijk als je zelf wil. Maar het is heel spectaculair, maar heel, heel mooi. Sta je hier met enige ambitie aan de start of zeg je, ik kom hier gewoon genieten en ik zie waar ik eindig? Goh, ik had eigenlijk voor het dingen gezegd van ik rijd 3 mountainbikes, Verveer, Saint-Fit en het kampioenschap. Die 2 vorige zijn al goed meegevallen. We gaan gewoon zien, ik zou graag heel uit aan de finish geraken ten eerste. En ten tweede gaan we gewoon zien hoe dat de wedstrijd verloopt en hoe dat de benen zijn. Maar echt ambitie of dat ik nu 5e ben of 8e of 10e, op zich maakt me dat niks. Maar het is natuurlijk plezanter, zo kort mogelijk. We hebben gisteren een heel zwarte dag voor de mountainbike meegemaakt. Heb je daar enige reactie rond of zeg je... Ik kan alleen maar zeggen dat het heel jammer is. Hè. België telde op deze moment 1 subtopper met Roel. En daarnet achter komen er heel veel, waaronder Sven Nys. En Roel valt nu weg. Dat is heel, heel jammer. We zullen zien. In het verleden hebben we vernomen, heb je nog op de mountainbike gezeten bij de juniors? Hoe is het weerzien eigenlijk nu verlopen van het jaar? Tevreden en heb je het niet te veel gemist? Ja, heel goed. 8 jaar geleden heb ik het gedaan en de viel gigantisch tegen. Daarmee kwam ik met een klein hartje. Dus nu is alles heel goed meegevallen. Dus. En zien we dan deze winter de gevolgen van je mountainbike seizoen of zeg je dit was een goede voorbereiding? Ik hoop het. Ik heb deze 3 wedstrijden gereden als doel om goed te kunnen trainen. Omdat het heel dicht aanloont naar het cyclocrossen. Dus ik denk dat Sven Nys het al bewezen heeft dat hij op een heel mooie mountainbike campagne kan teren in zijn cyclocrossseizoen. Dus ik hoop er een klein beetje de vruchten van te plukken. Maar ik denk dat het vooral naar de toekomst gericht is. Ik ga het zeker volgende zomers veel meer doen mountainbiken. En ik hoop er dan pas echt rendement uit te halen. Dus Fidea komt naar de mountainbike. Vooral Bart Welles. Oké, wij hopen u te zien op de Wereldbekers en vooral in de Grand Prix hier in België. Oké, in orde. En succes natuurlijk. Ja.